Dag Estelle, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Ik ben Estelle de Martelaire, ik ben 18 jaar, ik woon in Genk en ik volg schoonheidsverzorging. Je doet nu mee aan een misverkiezing, hoe komt dat, waarom doe je mee? Ik had flyers gekregen op school en ik dacht van, eigenlijk waarom zou ik dat niet doen? Daar kun je meer kansen in krijgen en er zelfs zekerder door worden dus. Wat wil je er nog meer mee bereiken? Ik wil mensen leren kennen in de wellness en van die dingen. Ja, gewoon dat ik meer kansen krijg van iedereen en dat ik toch iets meer kan doen. Zoek je dan ook een beroep te doen in de wellnesssector? Niet in echt wellness, maar meer in make-up. Want ik wil echt verder gaan in make-up. Ik wil make-up artist worden. Wat boeit je daarin? Gewoon, ik vind make-up is eigenlijk mijn passie. En gewoon, ik vind make-up, dat is eigenlijk een kunst. En ik zie dat echt graag, mensen maquilleren en mezelf maquilleren. Hoe komt dat je dat zo graag doet eigenlijk? Ja, eigenlijk heel raar, maar ik wil eerst dierenzorg gaan volgen en toen was ik een andere richting gaan volgen in de tijd. Wat een groot verschil. Ja, daarom, het is heel raar. En toen ben ik schoonheidszorg gaan volgen en daarin ben ik echt make-up leren kennen en dat is echt, ik ben er verliefd op geworden eigenlijk. Ja, ja, ja. Wanneer doe je make-up of wanneer denk je dat te gaan doen? Ik doe nu stage bij MAC. En ja, ik wil na dit, dat zesde jaar doe ik nu, en na dit jaar wil ik waarschijnlijk in Antwerpen gaan studeren voor echt make-up artist te worden. En zo eigenlijk, Griemen is wel zo'n subsegment eigenlijk van make-up. Spreekt je dat ook aan? Eigenlijk wel ook wel. Daar leert je ook heel veel uit en er zijn ook heel mooie dingen mee te maken. Zo, want soms zie je van die dingen in een film. Spreekt je dat ook aan, van die speciale effecten creëren? Ja, niet zo fel als gewoon normale make-up, niet zoals avondmake-up en van nog. In gewone make-up heb je ook heel speciale dingen te doen, maar niet echt film zo, van die speciale film make-up. Nee. Wat vind je van mannen make-up? Ja, dat moet ook kunnen, vind ik. Ja. Oké, misschien iets voor bij een tv-zender te beginnen als make-up artiest. Ja, dat zou ik heel graag willen. Eigenlijk mijn grootste droom is om modellen te gaan maquilleren, maar als ik voor een tv-zender zou kunnen maquilleren, zou ik dat ook echt geweldig vinden. Heb je nog andere hobby's buiten dat? Nee, eigenlijk niet. Wat vind je nu? We zitten hier met 20 meisjes samen. Wat vind je van de meisjes? Allemaal super lieve meisjes. Ik denk dat we allemaal een heel fijne band gaan hebben, echt. Wat vind je van de activiteiten die hier nog gepland staan? Die vind ik echt geweldig. Gewoon. Ja, we gaan naar de kerstmarkt, we gaan op vakantie. En fotoshoots, echt, dat is gewoon een droom voor elk meisje, denk ik. Wat denk je waar de jury naar zal kijken bij de finale? Ja, vooral naar uw persoonlijkheid en hoeveel zelfzekerder je bent en hoe je kunt praten en zo. Maar niet van uw uiterlijk, daar kijken ze echt niet naar. Goed, je ziet het dan eigenlijk wel zitten, hè? Ja, echt. Oké, super. Ik wens je nog heel veel succes en een heel interessant parcours tot aan de finale. Dank u wel. Oké, super. Dag.